Hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Jobbe Wijnen en ik ga een presentatie aan u geven over contemporaine archeologie. En hartelijk welkom allemaal dat u hier bent gekomen. We zijn buiten in de tuin, zijn we natuurlijk bezig met een opgraving. Opgraving die bedoeld is om de geschiedenis van het kampterrein te onderzoeken. Daarom moet ik u ook voordat ik begin even waarschuwen, want ik ga een veel breder onderwerp aanstippen. Ik ga het onderwerp eigenlijk verruimen naar hoe die contemporaine archeologie, zoals ik het zelf noem, nu eigenlijk in elkaar zit. En dat betekent, u bent hier in het herinneringscentrum en u bent hier in een concentratiekamp. Dat is natuurlijk een heel beladen geschiedenis. U heeft waarschijnlijk ook al door de expositie gelopen. En dat heeft een heel beladen geschiedenis, maar dit verhaal is wel ten opzichte daarvan wat ruimer te insteken en ook wat luchtiger zijn in sommige opzichten. Daar moet ik u even voor waarschuwen, anders dan zit u echt met uw oren te tollen van wat gebeurt er nu. Dus even een andere setting. Wat is dat, die contemporaine archeologie? Die contemporaine archeologie, dat is de archeologie van de laatste 70 jaar. Er zijn nog wel wat andere dingen over te zeggen, daar zal ik in de loop van de lezing bijkomen. Maar in ieder geval, als algemene richtlijn kun je zeggen van het is de archeologie van de laatste 70 tot 80 jaar. Je zou kunnen zeggen, de archeologie die zich afspeelt binnen een mensenleven dat zijn normale, ongeveer maximale beloop, zeg maar, passeert. Dus het gaat over de recente tijd. En dat is natuurlijk wel bijzonder, want de reguliere opvatting van archeologie is dat archeologen eigenlijk alleen maar kijken naar resten van heel erg lang geleden. Zelfs als je zegt lang geleden, het einde van de middeleeuwen tot 1500, het jaar 1500, dat was en is, en voor nog steeds voor heel veel archeologen, eigenlijk al de eindperiode van waar ze nog naar willen kijken. En zelfs die middeleeuwen vinden veel archeologen eigenlijk al veel te recent. Dus het is eigenlijk heel merkwaardig, ook voor u misschien, dat er dan ineens zoiets is als archeologen die gaan kijken naar sporen van minder dan 100 jaar geleden, of minder dan 50 jaar geleden, of zelfs sporen van 10 jaar geleden, of 5 jaar geleden, of een uur geleden. Dat kan allemaal onderdeel zijn van de archeologie. En hier buiten zijn we bezig met de Tweede Wereldoorlog. Dat is in dit geval krap 75 jaar geleden. En dat valt dus net wel binnen of net niet binnen die definitie die ik net gegeven heb. Nou, wat ik vandaag wil laten zien is iets van hoe dat in elkaar steekt en hoe dat in het buitenland in elkaar steekt en hoe dat in het Nederland in elkaar steekt. En wat we daar nu mee aan het doen zijn. En waarom dat belangrijk is. Want dat is het belangrijkste punt misschien wel. Moet ik wel één ding bij zeggen, nog voordat ik echt begin. U hoort mijn opvatting hierover. En dat is als algemene richtlijn kan je zeggen van, zet twee archeologen samen in een hokje en gooi er één archeologische theorie in. En ze knokken elkaar de tent uit, zeg maar. Dus ze zijn geen gemene delers in dit soort opvattingen. Niets menselijk is ons vreemd. Klopt. Goed, nou, dit is eigenlijk de opening sheet die ik had, dus dat heb ik eigenlijk al zo'n beetje verteld. We zijn hier natuurlijk in Kamp Vught, maar ik ga nu eerst over iets anders vertellen. Want contemporaine archeologie, waar is dat nu eigenlijk begonnen in de wereld? Dat is begonnen in 1973 in de Verenigde Staten met deze persoon, William Ratje. En William Ratje die was op dat moment, ik denk dat hij docent, studentenbegeleider was. En die had een project waarbij hij studenten de opdracht gaf om iets te gaan doen met afval. En die studenten die gingen de straat op en die gingen naar een wijk in Tucson, Arizona, om daar het afval te verzamelen van mensen die het aan de weg hadden gezet. En daar begon het project mee. Ze gingen afval verzamelen in verschillende wijken. Wijken met een verschillende achtergrond, rijke wijken, arme wijken. En die mensen namen dat afval mee terug naar de universiteit en dat gingen ze daar dan uitzoeken. En ja, waarom deed hij dat nou? Dat deed hij omdat hij dacht van, daarmee kan ik iets zeggen over consumptiepatronen van de mensen. Van hoe consumeren ze nou? Is het nou verschillend in de ene wijk of in de andere wijk? En hij kon ook iets achterhalen over afvalscheiding, hoopte hij. Wat zegt dat nou over de mate waarin afval gescheiden wordt? En het was in 1973, ik vind het heel vroeg, maar dat was blijkbaar toen toch ook al een thema. En hij wilde ook gaan toetsen of de ideeën die mensen hebben over hoe zij met hun afval omgaan, of die nou eigenlijk wel kloppen. Maar ja, toen hij daarmee begon, in 1973, toen was dat zeker niet zonder kritiek. Er waren ook toen al, in 1973, al heel veel archeologen die zeiden van, wat ben je nou aan het doen, Ratje? Wij zijn opgeleid in ons vakgebied om de cultuur van eeuwen geleden te onderzoeken. En jij gaat ineens afvalhopen ga je uitpluizen. Wat is dat nou van recent? Wat is dat nou voor een verloochening van ons vakgebied?
Dus dat was echt wel een belangrijk punt. Maar hij was gewoon niet meer te stoppen. Hij begon dus met het verzamelen van afval langs de huizen. Het project was een groot succes. Hij ging daarmee door. En uiteindelijk ging hij zelfs vuilnisbelten op. Vuilnisbelten die in de Verenigde Staten vaak al vanaf de jaren 40 of jaren 50 waren ontstaan. Onder andere in New York, Staten Island. Dat is een hele bekende. Dat was ooit een moeras. Konden ze niks mee. Hebben ze gewoon maar de afval begonnen met erop te gooien. En hij ging daar onderzoek doen met een speciale machine. En daar is hij ook heel erg bekend van geworden. En ik kan heel goed vertellen hoe dat allemaal in zijn werk ging. Maar het beste is om daar gewoon even een korte video van te laten zien. Dan kan hij dat zelf uitleggen. I'm an archaeologist. So I was trained to learn about ancient societies by digging up, sorting through and analyzing ancient garbage. Professor Bill Rathje isn't just talking trash, he's digging it. We're trying to look at today's society the way an archaeologist will in 1,000 years without waiting that long. All of the daily aspects of our lives, what we eat, how we clean, how we have a good time, it's all buried in here. People think I'm nuts. This is the heart and pulse of America, right here. Nowhere else. This is where it all ends up. Feeling that heartbeat is why Rathje helped start the University of Arizona's Garbage Project in 1973. These garbologists perform large-scale excavations at landfills across the country. A special machine is used to bore down 100 feet into the trash heap to pull out piles of old garbage. Team members sort and sift through the waste, bag it, tag it, then categorize it. The weight is 16 ounces solid, brand is Armor. The deeper the digging, the older the trash. Be nice if we could get a good date right off. Coupon void after October 13th, 1963. We're getting a good cross section of what's in the landfill, so that we can get a good idea of what was thrown in, when, and what's happening to it. You might expect food products to break down and magically disappear. Rubbish, says Rathje. A lot of people believe when you throw paper and food debris and yard waste into a landfill, it will biodegrade and disappear. And that just doesn't happen. Food debris and yard waste, about 50% of it will biodegrade in the first 15 years. And then it stabilizes. But the rest of the garbage that makes up a landfill isn't going anywhere for a very long time. As far as we know, there's no real significant difference in how long it's going to take paper or styrofoam or plastic of any kind to decompose. A lot of people think that landfills are being filled up by fast food packaging, styrofoam, and disposable diapers. But paper is a recyclable material, yet it accounts for 16 times more volume than the total amount of those so-called environmental bad guys. Translation, too much paper is being trashed. One of the most interesting things to me is that when you study the packaging and the food remains and the recyclables at a landfill, it tells you a different story about us than when you ask people what they eat and drink, what they recycle, what they throw away. And that's because we like to think that we're recycling everything. We like to think that we're doing the right things. You get the reality here at a landfill. And the reality is we need to do a better job recycling. A phone book. Look at this, the archaeological record of a lost civilization. Lost? Not yet. These remnants tell the tale not only where we've been, but also where we're headed. We're in what archaeologists call a classic period. That means we're at our peak. Everything's going great for us. Resources are pouring in, and we're wasting them at an incredible rate. Sooner or later, the resources dry up, and eventually they collapse. This is not a gloom and doom perspective. This is a perspective based on studying
hundreds of civilizations that have come before us. They've all gone through the same cycle. We should definitely learn from the past. We can make our cycle better and more fun to be in by knowing a lot about how to create less garbage. Ja, het is eigenlijk een hele informatieve video. Het Engels is misschien voor sommigen wat moeilijk te verstaan, dus ik zal proberen nog heel kort even te zeggen wat hij eigenlijk vooral zegt. Hij is dus heel erg bezig en heel erg geïnteresseerd in de realiteit. Hè. Hij zegt van ja, wat gebeurt er nou als wij met onze archeologische technieken naar zo'n vuilnisbelt gaan kijken? En verschilt dat dan van wat we zouden verwachten op basis van andere bronnen? En nou, daar begint hij al mee van, nou, ten eerste vinden we veel meer papier, dat zou je helemaal niet verwachten. En als jij mensen gaat vragen van, recyclen jullie je papier wel, wat hij dus ook in dat eerdere project ook deed, dan zeggen mensen, ja, we recyclen ons papier hartstikke goed. En we drinken trouwens ook heel weinig alcohol. Maar als je dan vervolgens in het afval gaat kijken, dan kan je gewoon zien dat er wel degelijk heel veel papier wordt weggegooid. En dat er ook stiekem veel meer alcohol werd gedronken door die burgers dan dat ze snel zullen zeggen in een enquête. Dus hij is eigenlijk bezig met kijken naar wat er nu echt gebeurt. En hij koppelt dat ook aan een heel duidelijk maatschappelijk thema. Hè. Hij noemt ook in deze video van, kijk, we zijn nu ongeveer archeologisch gezien in een soort van piekcultuur. Piekmaatschappij, waarin alles heel erg vanzelfsprekend lijkt en de rijkdommen voldoende binnenstromen. Ik denk wel dat deze video van voor de laatste recessie was. Dus nu is het perspectief al een beetje veranderd. En dat koppelt hij heel duidelijk aan oudere culturen die vergaan zijn. En de archeologen stellen zich dan de vraag, hoe kan het dat die Egyptenaren vergaan zijn en wat betekent dat nou voor ons? En daarin schuilt ook al een klein beetje een maatschappelijk thema. Dat woord maatschappelijk, dat zal nog een paar keer terugkomen. Nou, wat hij heeft van alles bewezen, zijn onderzoek was echt revolutionair wat dat betreft. Hij heeft onder andere bewezen dat als je onderzoek doet wat tot die tijd heel erg gebruikelijk was, als je nou onderzoek doet naar hoeveel geproduceerd wordt, hè, dan zou je zeggen van nou, dan weten we dus ook hoeveel er in een afvalhoop terechtkomt. Dat blijkt niet waar. De data van wat er in een afvalhoop zit, blijkt totaal anders dan de productiegegevens. En wat ik al noemde, de verschillende opvatting over wat burgers denken over hun afvalscheiding en de realiteit. Een van die zaken is, die daarbij komt, is dat je, dat is eigenlijk de volgende die ik nu noem. Als je kijkt bij ideeën over hoe zo'n afvalhoop opgebouwd is, dan zou je bijvoorbeeld een aanname kunnen maken van, nou, zaken als biefstuk, dat is heel duur, heel duur eten, heel duur voedsel, dat zul je wel juist in een recessie, als het economisch slecht gaat, heel weinig vinden in een afvalhoop. Nou, het tegenovergestelde blijkt waar, weten we dankzij deze man zijn onderzoek. Wat is namelijk het geval, is zijn theorie daarbij. In een afvalhoop zit juist in tijden van recessie, in van crisis, juist heel veel biefstuk. En dat komt, denkt hij, omdat als het crisis is, gaan mensen inslaan als het in de aanbieding is. Vervolgens kopen die mensen meer biefstuk dan ze kunnen opeten en gooien dus uiteindelijk weer een heleboel weg. Dus het is totaal tegenintuïtief wat hij uiteindelijk vindt in een afvalhoop dan wat je zou verwachten. Die biefstuk is trouwens ook nog een heel bijzonder verhaal, dat noemt hij ook. Het laatste punt, ideeën over compostering. Mensen hebben heel lang gedacht van zo'n afvalhoop, ja, dat begint wel te gisten en dan verdwijnt het wel. Blijkt niet het geval te zijn. Er schijnt ergens een heel mooi filmpje rond te gaan op internet dat ik helaas niet kon vinden, waarbij hij uit een laag uit de jaren 50 een biefstuk trekt, die er gewoon nog net zo uitziet alsof hij er gisteren is ingegaan, zelfs nog roze kleuren heeft. Dat heb ik niet kunnen vinden, maar dat geeft me aan van die compostering in zo'n afvalhoop, dat klopt gewoon niet. Dus Ratje, die heeft heel veel kunnen aantonen over die, wat er eigenlijk niet klopt aan wat we algemeen denken. Ik heb er ook een plaatje van de trash heap van de Fraggles bijgezet, sommige mensen zullen het herkennen. In de Fraggles, die gingen als een animatieserie van Jim Henson uit de jaren 80. En als de Fraggles, de kleine wezentjes die in een grot wonen, als die om wijsheid en als ze hoog zaten, dan gingen ze naar de storthoop om daar de wijsheid te vergaren. En dat is een beetje wat dit plaatje voor wil staan. Hij zelf is helaas in 2012 overleden. Hij geldt nog steeds ook nu gewoon wereldwijd als een beetje de oprichter van.